Mijn naam is Switch en vandaag ben ik hier samen met Eli. En we gaan samen een toertje rijden. Het is mooi weer. Wel wat wind, maar maakt niet uit. Oké. En dan zijn we vertrokken met onze tour. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Allee, ja, een beetje vroeg om te zeggen, maar... En vergeet jullie niet te abonneren. Dat zou mij een plezier doen, dank u. Dus ik ben hier samen met Eli vandaag. In de boerde buiten. En ik ben weer op de CBF 125. Puur voor de lange tour die we gaan doen. We willen namelijk niet dat er iets met mijn minibike en mijn DAX. Dat ze mij terug moeten komen ophalen. Want laatst stond ik ook aan de kant. Omdat de bout van mijn achterbrug, ik denk dat ik het al verteld heb, maar ik ben niet zeker. Dus de bout van mijn achterbrug was losgekomen. Ik had er ook geen looktijd aangezet en zo. Dus het is gewoon losgekomen door de trillingen. Waarschijnlijk. En ja, dat was wel jammer. Want ik heb er dan wel een mooi toertje gedaan van 40 kilometer. Maar ja, na 40 kilometer besloot mijn DAX om het anders te plannen dan ik het zou gepland hebben. Ook leuk om te vertellen, voor mij dan toch. Ik heb juist gedaan met mijn middelbare school. En nu kan ik eindelijk dan naar de hogeschool gaan. Waarvoor ik de toelatingsproef al gedaan heb. Dat was dus eigenlijk gewoon een motivatiebrief sturen. En een paar fotootjes ook van werk dat u inspireert. Dus een artistiek toelatingsproef. Met andere woorden. Ik had ook een gesprek, dat was gisteren. Het was anders verlopen dan ik had gehoopt. Ik wil misschien veel zeggen, maar laten we hopen dat we gewoon door zijn. En dat ik die opleiding dan mag doen. Het gaat namelijk over tv, film, video. Aan Sint-Lucas. Naar Raffi, Brussel, Vorst. En ja. Hopelijk gunnen ze mij die opleiding. Ja, er zijn nog scholen die zo'n opleidingen geven, hè, dus we gaan zeker niet naar die gewoon opgeven. Dan gaan we gewoon naar een andere school proberen. En hopen dat het daar dan wel lukt, anders weet ik het ook niet meer. En zoals ik al zei, we zitten dus in de boeren buiten. Dit is zo'n vast toertje dat wij doen. Vorige keer ben ik ook iemand tegengekomen die ook aan het motorvloggen was. Hij had toch in ieder geval zijn camera op zijn helm. Dus dat zal wel iets betekenen. In de vorige video hebben jullie mijn toertje gezien. Dat was namelijk zonder video, zonder spraak. Sorry daarvoor, maar ja. Alles was zo... Nee, mijn stem was gewoon te luid. Zo, dat het echt zo... gewoon kraakte. En dat zou waarschijnlijk ook gewoon niet tof zijn voor jullie. Om dat te kunnen horen zo. Allee, ik stelde mij eigenlijk in de plaats van jullie. Dus. Zo beoordeel ik mijn video's. En ik weet niet wat er met deze uitlaat is, maar misschien hoor je dit, maar als ik zo... Ja, dat is eigenlijk normaal, maar ik wil gewoon, daarvoor deed hij dat nooit, dat hij zo knallen geeft bij het terugschakelen. Soms, maar nu meer dan vroeger, en dan vind ik het raar. Misschien heb ik gewoon heel dat wol van binnenin uitlaten. Verbrand. Dat zou wel een goed idee zijn, maar...
Ja, dus niet doen. Aangezien ze misschien binnenkort gaan bekeuren op een te hoge aantal decibels van de uitlaat. Daar hadden ze toch, daarover waren ze toch aan mollen. Hopelijk dat het niet komt, want allee. Oké, ja, we doen het niet enkel voor het geluid hoor, motorrijden, maar het is wel een leuke meerwaarde. Leuk hond. Mega stationair. Ik weet niet of jullie dat horen, maar dat zijn toch knallen die ik ervoor nooit gehoord had. Dus. En we gaan voor de zekerheid toch maar hier even wachten. Ik ga proberen voor één luide te zorgen. Voor één luide knallen. Kunnen jullie het misschien ook horen. Het jammer aan deze motto vind ik eigenlijk wel dat het geluid precies een robot is. Zo. Je hoort echt zo een... Ik ga het niet nadoen hoor, maar misschien beter. Gewoon een robotgeluid hoor ik precies de hele tijd. Zo. Dat er precies zo'n computer in zit die je gas bedient. Of... Ja, hopelijk snappen jullie mij. Mag je niet te veel gas geven. Mensen zijn hier aan babbelen. Nee, die duurt het wel. Nee, nee. Ja.